Na het dodelijk ongeval op de A15 op donderdag 14 januari, waarbij een 56-jarige vrachtwagenchauffeur om het leven kwam, is de roep om verbreding van de A15 weer toegenomen. De regio klaagt al jaren over aanpak van de weg. Wethouder Keuken van de gemeente neder wil dat de regio Rivierenland zich nog nadrukkelijker gaat inzetten om de problematiek onder de aandacht te brengen in Den Haag. Ook Ans Dukes Nooy van de VVD in Tiel liet zich op social media uiten om nu iets te gaan doen. Op dit moment wordt een onderzoek afgerond waaruit de problemen die de snelweg geeft moeten blijken. Op dit moment staat de verbreding van de weg niet gepland voor 2028.